begin in the minds of men. It is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed. Werelderfgoed is van alle volkeren van de wereld, ongeacht het grondgebied waarop het zich bevindt. Werelderfgoed verbindt de diversiteit aan cultuur en natuur en draagt zo bij aan respect voor elkaar. Bezoek ons via werelderfgoed.nl.